Ik sta hier bij drie mensen die de Almelopers een heel warm hart toedragen. In het midden staat hun teamcaptain die 10 jaar lang teamcaptain is geweest. Nu het stokje wil overgeven aan twee anderen. Ik wil eerst even het woord geven aan Ben Kamphuis, hoe hij het vond om altijd teamcaptain te zijn. Nou, dat was een eer om, je zei 10 jaar, maar het zijn er 9 geweest. Het eerste jaar ben ik loper geweest. Maar ik heb 10 jaar met heel veel plezier deelgenomen bij de Almelopers. Ik heb er heel veel mensen leren kennen. We hebben heel veel geld ingezameld. Ik heb gezien dat er heel veel vriendschappen zijn ontstaan door de Almelopers binnen de teams. Ja, we hebben heel veel sponsoren gevonden die ons hebben geholpen. Het is een feestje geweest om daar 10 jaar lang deel van te mogen uitmaken. En nu vind je het goed om een stokje over te dragen? En tenminste, dat begrijp ik. Ja, dat klopt. Alle Almelopers weten het al, want die hebben allemaal een mailtje van gehad dat het zo is. En hier staan twee mensen die bereid zijn gevonden om de kar te gaan trekken bij het team Almelopers 2019. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dus gewoon een prachtig stukje continuïteit hebben. En dat we voorlopig, het werd net al genoemd in de film, dat staat niet op beeld, maar we hebben net een prachtige film gezien met daaronder de muziek van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Nou, ik hoop dat voor de komende jaren het motto wordt van de Almelopers. We zullen doorgaan, want er moet nog een hoop geld worden ingezameld. Want er zijn nog een hoop mensen die ziek zijn door kanker. Die er niet zo fijn aan toe zijn. En als wij daar een klein beetje aan kunnen bijdragen, dat die mensen het net even wat beter krijgen. Ja, dan hebben we denk ik ons doel al bereikt. Dankjewel. En dan naast je staat Philip Dert. En die gaat het stokje overnemen. Wat is je drijfveer om dit te gaan doen? Nou, ik ga het stokje overnemen samen met Gerwin. We gaan samen het teamcaptainschap overnemen. Wij proberen het boegbeeld van Almelopers te evenaren. En dat is al moeilijk genoeg. Ons nieuwe team, ons team 2019, dat zal samen zijn, verbinding. We proberen om heel veel geld bij elkaar te krijgen natuurlijk voor het goede doel, wat natuurlijk bovenaan staat. Het goede doel de Europa Run, palliatieve zorg. Daar proberen we geld bij elkaar te krijgen. En dan is het toetje de Europa Run. Maar dat is dat pas in juni. En daar zijn we nog lang niet. Want ook Gerwin Peper gaat zijn steentje bijdragen. Want jij gaat niet alleen als teamcaptain mee, maar ook als fietser. Hoe denk je dit te combineren? Op de volgende manier. Philip en ik kennen elkaar al jaren. We kennen elkaar door en door. Het was moeilijk om een opvolger te vinden voor Ben. Jarenlang uitstekend gedaan. We hebben elkaar aangekeken. We kennen elkaar van het bestuur. Over gehad. Philip wou het niet alleen doen. Ik heb gezegd, ja, maar ik wil toch gaan fietsen, want dat was vorig jaar toch super gaaf. Mekaar aangekeken, echt gezegd van, we gaan het samen doen. De hele voorbereiding, tot aan de laatste dag, doen we gewoon samen. Daar heb ik veel vertrouwen in. Veel werk, kost veel tijd. We hebben een leuk team. Gaat zeker goed komen. Maar de Ropperen zelf ga ik wel meemaken als fietser dit jaar. Dan zal hij het weekend de teamcaptain zijn. Het hele voortraject pakken we samen op als één team.